Onder massale belangstelling van de pers en inwoners van Ochten onthult Sanne van Lent een herdenkingsmonument. Ze is een evacuatiebaby. 20 jaar geleden is haar moeder Hetty hoogzwanger van Sanne tijdens het hoogwater. De dijk dreigt door te breken en de inwoners moeten weg uit het dorp. Want dan heb je toch blinde paniek en alles gewoon uit de kasten getrokken en meegenomen. En juist die belangrijke dingen zoals de spullen voor je kind en het trouwboekje en zo laten staan, toch in de paniek. Vreselijk denk ik, ja. Je weet niet wat je kan verwachten. Ze was echt hoogzwanger, dus er was in de hele omtrek eigenlijk geen ziekenhuis meer ingericht. Dus ja, het was echt spannend. Op 4 februari was het fijn, het zijn veilig gegeven en daarna zijn mijn weeën begonnen. En ik denk toch bewust dat je dat wel ophoudt. Dat je lichaam zegt van kan niet, het is niet veilig. Het zijn was veilig op 4 februari. En eigenlijk direct daarna dat ik het nieuws genomen had, zijn mijn weeën begonnen. En in het ziekenhuis in Winterswijk bevalt Hetty van Sanne. Kleine complicatie, wat waarschijnlijk ook te wijten is aan het feit dat het natuurlijk heel stressvol was. En ik heb ook gehoord van onze verloskundige in de gesprekken daarna dat het bij alle evacuatiebaby's wel is gebeurd. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat toen heel eng heeft moeten zijn. Ik geloof ook nu dat het veilig is.